Dames en heren, een hele goede middag. Hartelijk welkom aan Wouter Bos hier naast mij. Op een voor Maagdenhuis op maandag wat ongebruikelijk uur zitten we hier toch bij elkaar om ons met elkaar te verdiepen in de visie van wat wel genoemd wordt de nieuwe minister-president op het hoger onderwijs en het wetenschappelijk onderzoek in Nederland. We zullen nog even geduld moeten hebben. De verkiezingen zijn geloof ik volgend jaar. Dus we hebben nog even te gaan. Des te belangrijker dus om te weten hoe de visie van de sociaaldemocratie op onze sector eruit ziet. Begin van dit jaar is het boekje uitgekomen waarin de visie van Wouter Bos op Nederland in het kort staat weergegeven. Daar staat niet zo heel veel specifiek over onze sector, het hoger onderwijs en het wetenschappelijk onderzoek in. Maar in verschillende redes voor verschillende gezelschappen die ook weer gepubliceerd zijn op de websites en in de kranten hebben we wel ook wat nader kennis kunnen maken met de visie van de Partij van de Arbeid en Wouter Bos op het hoger onderwijs. Wij weten allemaal dat Wouter Bos gestudeerd heeft aan die andere universiteit in deze stad. En het is misschien wel aardig om even voor te lezen wat hij daarover in zijn boekje schrijft. De keuze voor de Vrije Universiteit had heel weinig met het Calvinisme te maken. Eigenlijk vreemd, omdat juist de VU een gedegen antirevolutionaire geschiedenis heeft. Ik behoorde echter tot de naïvelingen die dachten dat de Vrije Universiteit iets te maken had met de Vrije School. En dat het dus vooral een vrolijke, vrije, linksige club was. Hoe naïef kun je zijn? Want niets is minder waar. En even verderop schrijft hij dan nog op een vraag: wat is het belangrijkste dat je op de VU hebt geleerd? Antwoordde hij, Wouter Bos, ik heb geleerd iets van CDA'ers te begrijpen. Een grap, schrijft hij dan verder, ik citeer nog steeds, maar met een serieuze ondertoon. Als ik met mijn PvdA-achtergrond aan de Universiteit van Amsterdam had gestudeerd, zou ik te midden van alle Marxisten, neo-Marxisten en post-Marxisten een relatief rechtse jongen zijn geweest. Op de VU was de studentenpopulatie veel gemêleerder, van CPN'ers tot aanhangers van de Reformatorische Politieke Federatie, later opgegaan in de ChristenUnie. Nou, dit is de mededelingen die ons worden gedaan in de persoonlijke ontboezemingen die het eerste deel van het boekje beslaat. En weten wij dus hoe de keuze voor de VU als universiteit tot stand is gekomen. Daar werd gestudeerd in de politicologie en in de economie. Hier zijn we aan de Universiteit van Amsterdam. En wij hebben een traditie om op het Maagdenhuis op maandag met elkaar te discussiëren over actuele onderwerpen. We zien ook vanuit de wetenschap en vanuit het hoger onderwijs, zoals we dat hier aan de universiteit en de hogeschool combineren. Er is een aantal onderwerpen, deelonderwerpen, dat straks de revue zal passeren. Maar ik denk dat het goed is om onze gast van vanmiddag te vragen om te beginnen met ons een aantal algemene hoofdlijnen te schetsen van de visie van hemzelf en de Partij van de Arbeid op het hoger onderwijs en het wetenschappelijk onderzoek. Je bent hierbij uitgenodigd. Dat zal ik doen. Dankjewel, Paul. Goedemiddag allemaal. Ik had nooit gedacht dat opmerkingen in mijn boekje ooit nog gebruikt zou worden in de rivaliteiten, in de rivale strijd tussen VU en UvA. Maar goed, je bent aan alles. Ook aan het feit dat je vaak wordt aangekondigd als de volgende minister-president van Nederland. En als er iets is wat dat bedreigt, is het feit dat je er zo vaak mee wordt geconfronteerd en zo vaak wordt aangekondigd. Want voor je het weet word je lui en arrogant en denk je dat je er al bent. Terwijl het mijn stellige overtuiging is dat zelfs als die verkiezingen inderdaad nog een jaar weg zijn, en ze mogen natuurlijk eerder komen, maar zelfs als dat niet gebeurt, het nog ongelooflijk hard werken wordt om ook maar iets waar te maken van wat we nu in peilingen met elkaar elke dag zien. Ik ben geen onderwijsspecialist, anders dan dat ik het genoten heb, in redelijke mate. En ik heb wel helaas zo'n ellendige baan gekozen waarin je geacht wordt over alles een mening te hebben, over alles ook een redelijk stevige mening te hebben en die ook vol verf uit te dragen. En dat doe ik natuurlijk vanmiddag graag. Niettemin, als uw vragen echt intelligent worden, heb ik ook nog een collega meegenomen die de afgelopen jaar in het debat in de Tweede Kamer vooral met dit onderwerp is bezig geweest, en dat is Jacques Tichelaar. En die heeft zich keurig in een hoekje van de zaal verstopt. Tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren. En een melancholie die des avonds komt en niemand kan verklaren. Dat is een dichtregel van Willem Elschot.
Die overigens gaat over een man die erover nadenkt hoe hij zijn vrouw gaat vermoorden. Ik wou net zeggen, hoe lang is je huwelijk al? Maar ik gebruik hem even omdat het heel verleidelijk is om nu vooral te gaan praten over de rauwe alledaagse werkelijkheid van het hoger onderwijs en alles wat er nu speelt. Maar ik goed denk dat het goed is om één stap terug te gaan en ook even te dromen over wat nou wat ons betreft de ideale wereld zou zijn waarin het hoger onderwijs bloeit en floreert. En dat kenmerkt zich dan denk ik eigenlijk door drie aspecten. Ten eerste een onderwijsaanbod dat maximaal aansluit bij de enorme diversiteit aan talent. En ook de enorme diversiteit aan behoeften van studenten. En ook de enorme diversiteit aan behoeften van werkgevers. Dat betekent dus een onderwijsaanbod wat heel gedifferentieerd is. Wat in een heleboel opzichten maatwerk biedt bij wat studenten willen. En dat maatwerk in die differentiatie, dat is dan niet alleen naar type opleiding, maar ook naar niveau van opleiding. Ik denk dat als je naar de Nederlandse hoger onderwijssituatie kijkt en je dat vergelijkt met het buitenland, dat je moet constateren, en daar ligt ook een soort algemene Nederlandse cultuurtrek, denk ik, aan ten grondslag, dat we het nog altijd moeilijk vinden om met elkaar te erkennen, laat staan om er naar te streven, dat bijvoorbeeld een opleiding voor recht in de ene stad van een hoger niveau is dan een opleiding rechten in een andere stad. Maar dat type niveauverschil, zoals dat in andere landen wel degelijk normaal is, is iets wat mijns inziens recht doet aan de enorme diversiteit aan talenten bij studenten. En daar is het onderwijsaanbod op dit moment onvoldoende op toegepast. Dus dat is een eerste kenmerk. Aanbod wat echt bijna een perfect match is op de talenten van de studenten. Een tweede algemeen aspect van die droomwereld van het hoger onderwijs zou wat ons betreft zijn dat je eigenlijk als overheid alleen maar daar wat regelt waar het wat te regelen valt. We hebben de afgelopen jaren in de Partij van de Arbeid nogal wat tijd besteed om na te denken over hoe je zo'n algemeen principe, en niet alleen in de wereld van het onderwijs, maar ook in de wereld van de gezondheidszorg of de wereld van justitie of de jeugdzorg, heel algemeen in de publieke sector, hoe je dat nou zou moeten vormgeven. En we komen eigenlijk geleidelijk aan steeds meer uit op één sturingsmodel, waarbij je zegt, je zou als overheid aan het begin van de rit hele duidelijke eisen moeten stellen over wat je van een instelling of een instantie of een groep mensen verwacht. Je zou ze vervolgens gedurende de rit enorm veel vrijheid moeten geven. Ze dus ook niet jaarlijks, laat staan, nog frequenter lastig moeten vallen met allerlei vormen van inspecties en andere interventies om waar te maken waar ze op ingeschreven hebben. En je zou aan het eind van de rit heel streng moeten zijn in je sancties. En daar zit eigenlijk de afruil ten opzichte van de manier waarop dit moment gereguleerd wordt. Je regelt minder, maar je sanctioneert harder op het moment dat niet gedaan wordt wat je eigenlijk met elkaar had afgesproken. Als je zo'n model zou toepassen op de wereld van het hoger onderwijs, dan kom je heel dicht in de buurt bij modellen waar Jacques Tichelaar, die ik net noemde, ook al de afgelopen jaren in de Kamer het nodige over gezegd heeft. Modellen waarbij in het hoger onderwijs langjarige licenties worden afgegeven op basis van duidelijke opdrachten. Waarbij gedurende de licentieperiode de overheid zich eigenlijk verre houdt van wat instellingen doen. Maar waarbij aan het eind van de licentieperiode hard afgerekend wordt als niet geleverd is wat afgesproken is. En tenslotte, een derde aspect van de droomwereld gaat dan over de financiën. Over de manier waarop met leerrechten en studiefinanciering omgegaan zou moeten worden. In die ideale wereld loopt eigenlijk de totale financiering van de onderwijskant van het hoger onderwijs, niet de onderzoekskant, maar de onderwijskant, loopt via de studenten. Zij dragen op het moment dat als zij een keuze maken voor een onderwijsinstelling eigenlijk het hele budget mee waarmee onderwijs gerealiseerd moet worden. En zij kunnen alles lenen wat ze nodig hebben om de studie van hun voorkeur te volgen. En als ze een studie kiezen die duur is, dan betaalt het zich waarschijnlijk ook uit in een inkomen dat hoog is. En kunnen ze dus na afloop van hun studietijd ook naar rato van dat inkomen terugbetalen. Dat betekent dat de financiering van het hoger onderwijs, wat betreft het onderwijs, dus nauwelijks meer via de algemene middelen loopt. Maar vooral via lenende studenten die dat naar rato van hun verworven inkomen, mede op basis van het feit dat ze die opleiding hebben mogen genieten, gaan terugbetalen. En één van de redenen dat we dat voorstellen, er zijn eigenlijk twee of drie redenen, laat ik er twee noemen. Eén reden is dat we denken dat daarmee studenten invloed gegeven wordt die uiteindelijk de kwaliteit van het opleidingsaanbod ten goede komen. Maar een tweede reden is dat als je op dit moment kijkt naar wat de inkomenseffecten zijn van het huidige stelsel van studiefinanciering, dan moet je constateren dat dat qua scheefheid erger is dan de hypotheekrenteaftrek. En u weet het H-woord. U weet hoe Nederland, en zeker links-Nederland, zich opwindt over de hypotheekrenteaftrek. Als we dat erg vinden, dan is het met de studiefinanciering in termen van de hoeveelheid middelen die uit algemene middelen ter beschikking gesteld worden
en die terechtkomen bij de relatief rijkeren in de samenleving nog vele malen erger gesteld. Dat zou je op zo'n manier kunnen corrigeren. Nou, dat is in algemene termen de droom. Een perfect aanbod passend op de diversiteit van talenten, dus veel differentiatie en maatwerk. Alleen maar regelen waar wat te regelen valt. Handen af als je instellingen eenmaal aan het werk hebt gezet. En ten derde financiering vooral via de student laten lopen. Als we dan kijken naar de discussie van vandaag de dag en waar we inmiddels zijn aangeland met elkaar, dan constateren wij in ieder geval als Partij van de Arbeid dat we op het gebied van studiefinanciering de afgelopen jaren Rutte een aantal bewegingen hebben kunnen laten maken die in ieder geval in de richting gaan van wat we beogen. Denk aan het feit dat de afbetalingsperiode verlengd wordt. Denk aan het feit dat studenten studiefinanciering nu ook in beperkte mate mee mogen nemen naar het buitenland. Als we naar de leerrechtendiscussie kijken, zien we dat daar in het debat van de afgelopen weken ook een aantal verbeteringen zijn aangebracht. Mede ook door ons toedoen ten opzichte van de plannen die oorspronkelijk door Rutte waren ingebracht. Vooral het feit dat de hele grote financieringsonzekerheid die in de eerste versie van de plannen zat van Rutte voor de instellingen nu in ieder geval voor een groot deel verdwenen is. En misschien nog wel belangrijker dan dat, dat we de vraag of het stelsel van leerrechten op deze manier ingevoerd gaat worden afhankelijk hebben gemaakt van wat er in die andere wet komt te staan die we in het najaar voor onze kiezen krijgen. De wet op het hoger onderwijs en hoger onderzoek. En dat is daar de positie van studenten, docenten, directie, raad van bestuur, raad van toezicht niet goed geregeld is ten opzichte van elkaar. Dat we dan hier niet eens aan moeten beginnen. En ten derde moeten we constateren dat ook mede door ons toedoen er nu experimenten mogelijk zijn met verhoging, de differentiatie van collegegelden, langere studieduren, in ieder geval experimenten die ons ook zicht moeten geven of op die manier meer recht gedaan kan worden aan de noodzaak om te komen tot een meer divers onderwijsaanbod dat past op die diversiteit aan talenten. Concluderend, we hebben de afgelopen jaren een paar stappen in de goede richting kunnen zetten door de respectievelijke staatssecretarissen van onderwijs her en der wat een betere kant op te sturen dan ze van plan waren uit te gaan. Er zijn echt nog een paar dingen over, die noem ik staccato. Op het gebied van de studiefinanciering zijn we grofweg tevreden met wat er nu ligt, maar vinden we dat de mogelijkheden voor studenten om geld mee te nemen naar het buitenland nog verder verruimd moeten worden. Op het gebied van de wet voor hoger onderwijs en onderzoek die dit najaar in de Kamer komt, zijn we op grond van alles wat we gehoord hebben, we kennen hem nog niet, buitengewoon argwanend over wat er op ons afkomt en wat er op de instellingen afkomt. En hebben we zeer nadrukkelijk een koppeling aangebracht met de wet op de leerrechten. We gaan het een niet invoeren zonder het ander. Derde punt heb ik net niet genoemd, maar leg ik hier maar even voor de discussie neer. Ik heb het wel een paar weken geleden genoemd in een speech voor een heleboel mensen uit de wereld van het HBO. Ik zou het een interessante deal met de onderwijswereld vinden als de politiek zich minder gaat bemoeien met welke opleidingen worden aangeboden door de onderwijswereld. Maar als in ruil daarvoor de onderwijswereld niet zelf de waarde van diploma's meer vaststelt. Dat er dus een onafhankelijk instituut komt dat vaststelt wat de waarde van een diploma is. Zodat iedereen weet dat er geen diploma-inflatie kan plaatsvinden omdat instellingen die zelf graag een opleiding willen aanbieden ook zelf mogen bepalen wat dat diploma voor de buitenwereld waard is. Mensen die het echt scherp willen zeggen, die zeggen er is sprake van een diploma-kartel en dat moeten we doorbreken. Ik zou het interessant vinden om te kijken of zo'n uitruil mogelijk is. De wereld van het hoger onderwijs krijgt meer vrijheid om aan te bieden wat zij denken dat nodig is. Bemoeien wij ons minder mee, maar ze leveren in dat ze zelf de waarde van een diploma bepalen. Dat wordt door een onafhankelijk instituut gedaan. En tenslotte, vierde punt, hoop ik dat we met elkaar de komende jaren ertoe zouden kunnen komen om meer ruimte te bieden voor nieuwe sturingsvormen van het hoger onderwijs, waarbij één vorm ook in mijn boek genoemd is. Ik zou het schitterend vinden als we in de wereld van het hoger onderwijs, net zoals dat zou kunnen bij politiekorpsen of bij ziekenhuizen, zouden kunnen komen tot een klassificatiesysteem van zeg 3, 4 of 5 lagen. Oplopend van het gaat niet zo goed tot het gaat ontzaglijk goed. En waarbij de consequentie van dat klassificatiesysteem zou zijn dat als het niet zo goed gaat met de universiteit, dat die universiteit dan te maken krijgt met heel veel regelgeving en heel veel inspectie. Maar dat als je bovenaan die klassificatie staat, als het goed gaat met de universiteit, dat je dan als prijs daarvoor, als beloning daarvoor, ook veel minder te maken krijgt met interventies, met regulering en met inspectie. Lijkt me dat dat de meest gezonde manier is om te komen tot deregulering in de wereld van het hoger onderwijs. Waarbij dus de professionaliteit van de mensen aan de instellingen zelf beloond wordt en gewaardeerd wordt. Omdat het leidt tot goede resultaten.
De prijs is dat wij ons er minder mee gaan bemoeien. En daar wil ik het even bij laten. Ja, dankjewel voor deze algemene inleiding die wat betreft het droomgedeelte er prachtig uitziet. De barre werkelijkheid zullen we denk ik in dit discussieuurtje nu wat meer onder de aandacht krijgen. Ik stel nog eventjes mijn mede-panelleden hier aan tafel aan u voor. Hier naast mij zit Lisbeth van Zonen. Zij is hoogleraar media en populaire cultuur bij onze sociale faculteit. Daarnaast zit Niels Wijdkamp, die is voorzitter van de ASFA en student erfgoedstudies. En helemaal aan de linkerzijde van mij, aan uw rechterkant, zit Arnold Smulders, hoogleraar multimediale informatieanalyse. En dat is een hoogleraar verbonden aan onze Beta-faculteit. Dan kent u een beetje de achtergrond van de deelnemers aan de discussie. En u in de zaal bent natuurlijk ook uitgenodigd, en we zullen dat zoals gebruikelijk op een ordelijke wijze doen, om aan de discussie deel te nemen. Er zijn een aantal thema's langsgekomen in de inleiding van Wouter Bos tot zover. En misschien is het aardig om te beginnen met het thema dat toevallig de afgelopen week naast Rita Verdonk de kranten enigszins beheerst, in ieder geval in onze sector. En dat was het thema van de leerrechten. Afgelopen maandag, vandaag precies een week geleden, is daarover in een Kamercommissie gedurende een zevental uren van gedachten gewisseld met de staatssecretaris Rutte. U hoort hoe de oppositie deze staatssecretaris aanstuurt van tijd tot tijd. Dat gaat heel goed, geloof ik, zo te horen. Succes na succes. Maar toch gaat hij er nog over, Rutte. Misschien na het eind van deze week niet meer. Dat zullen we allemaal nog afwachten. Maar voorlopig is hij degene die voor dit onderwerp als bewindspersoon verantwoordelijk is. En het onderwerp van de leerrechten is een veelbesproken onderwerp, zowel op de universitaire, in de universitaire wereld als in de wereld van het HBO. En laten we even kijken wat we daar met elkaar nog over zouden kunnen zeggen. Een eerste vraag zou kunnen zijn, om je nog iets te verleiden daar iets meer over te zeggen, over dat thema, voor welk probleem de leerrechten nu precies de oplossing zijn. Want dat weten wij niet zo goed in onze wereld. We hebben er veel over gelezen en veel over gehoord. De metafoor die meestal voorbij komt als het over de leraarrechten gaat, is dat de student staat centraal, dat is het idee erachter. En dat de instellingen, de universiteit of de hogeschool, zichzelf het beste maar kan beschouwen als een supermarkt. Waarbij de student, die dan echt een student in de zin van consument is, uit de supermarkt kan halen wat hem of haar voor de prijs die hij ervoor betaalt het meest belieft. En hij zou dus ook veel moeten switchen. Hij zou, zoals aandeelhouders dat wel eens zeggen, moeten stemmen met de voeten. Als de ene instelling hem niet bevalt, gaat hij naar de andere instelling. Net zo goed als je switcht van de Albert Heijn naar de Dirk en naar de Lidl. Al naar gelang je portemonnee dat verdraagt of de kwaliteit dat verdraagt. Dus even nog de vraag om ietsje dieper in te zoomen op dat thema. Waar zijn die leerrechten goed voor? Waaraan moet de overheid zich, nadat we net een paar jaar geleden de BAMA en de accreditatiesystematiek hebben gekregen, we zijn ons aan het inwerken daarin. In het onderwijs duurt alles wat lang, zoals je weet. Het gaat per jaar, per studiejaar. Nu de leerrechten worden ingevoerd. Wat is de filosofie erachter? Wat is het concept erachter? En waarom heeft de Partij van de Arbeid niet meteen gezegd, dat is niks, daar doen we niet aan mee? Waarom zouden ze dat wel zeggen? Nou, omdat het niks is. Onpartijdige voorzitters, dat heb je ook wel aan op zijn werk. Er zijn een aantal voordelen. Het eerste voordeel is dat onder de huidige systematiek studenten met tussentijds switchen gedurende een studiejaar naar een andere opleiding, dat niet in alle opzichten vlekkeloos verloopt. Dat ze daar, ik weet niet precies wat de pijldata zijn die daarbij gebruikt worden, maar dat het niet zo is dat je onafhankelijk van op welk moment je switcht, je alle rechten tot het volgen van onderwijs behoudt. Dat is met een leerrechtensystematiek op de maand geknipt wel het geval. Ten tweede, we vonden het met elkaar nodig om een financiering van het hoger onderwijs die gebonden was aan diploma's, om die afhankelijkheid te verminderen. Omdat we zagen dat leidde tot instellingen die zoveel mogelijk diploma's willen afgeven. En dan kan het verleidelijk zijn om de waarde van die diploma's geleidelijk aan minder te laten worden. Dus is er gekozen voor een systematiek die minder gebonden is aan het aantal diploma's, maar meer aan het aantal studenten dat kiest om bij een bepaalde instelling te studeren. En ook daar is dit een uitvloeisel van. Een derde reden om richting leerrechten te gaan, maar daar ben ik heel voorzichtig in, is dat het een tussenfase zou kunnen zijn, een overgangsfase naar die veel grotere
autonomie van studenten, die ik net in mijn droomwereld ook aangaf, waarbij alle financiering van het hoger onderwijs met studenten meegedragen wordt op het moment dat ze ervoor kiezen om de ene dan wel de andere instelling te vereren met hun aanwezigheid. Of we die stap ooit zullen maken, weet ik niet. Maar dat is een vraag die in ieder geval qua beantwoording op korte termijn nogal nadrukkelijk afhangt van wat er in dat wetsvoorstel hoger onderwijs en onderzoek staat, hoe dat met elkaar samenhangt. En daar zeg ik dan ook nog een keer van, ik heb net al gezegd, het is de vraag of dat een wetsvoorstel is dat door ons gesteund wordt. En het is daarmee ook de vraag of die leerrechtensystematiek op korte termijn voor de wereld van het hoger onderwijs werkelijkheid wordt. En tenslotte, ik geloof als ik goed ben ingelicht dat maar 3% van de studenten op dit moment de type switch maakt waar we het hier over hebben. Het is dus volstrekt overdreven om dit soort voorstellen te betitelen als iets wat de totale samenhang in het onderwijsaanbod in de wereld van het hoger onderwijs op zijn kop zou zetten. Het gaat om een buitengewoon kleine groep studenten die de switch maakt. Er zijn nu nog wat extra zekerheden voor onderwijsinstellingen ook gekomen, dat ze niet meteen het geld kwijtraken als een student overstapt. Dus dat vind ik wat overdreven. Oké, dank voor deze verdere toelichting. Het is kennelijk ook voortschrijdend sociaal-democratisch inzicht, want de diplomafinanciering was van de laatste sociaal-democratische minister van onderwijs, Jo Ritsen. Maar ja, wie niet van standpunt verandert, denkt ook niet na. Zo is het, hè? Ja. Zo gaan we verder. Niels Wijdkamp, student, leerrechten. Wat vind jij daarvan? Ik stel me dezelfde vraag bij leerrechten. De student moet kunnen shoppen. De student moet kunnen zelfbewust een keuze kunnen maken voor een opleiding. Waar in de nieuwe wet op het hoger onderwijs ook heel erg wordt uitgegaan van differentiatie van opleidingen. En heel erg wordt gestuurd op het maken van een bewuste keuze. Puur praktische problemen brengt dat namelijk met zich mee. Want als je politicologie bijvoorbeeld aan de UvA studeert en je zou willen overstappen naar Leiden, dan word je geconfronteerd met massa's aan praktische problemen. Inschrijvingstermijnen die niet gelijk lopen, semesters die niet synchroon lopen. Überhaupt, elke opleiding krijgt eigen kenmerken, eigen insteek. Hoe kan je dan zomaar overstappen zonder studievertraging? En studievertraging is iets wat je binnen de leerrechtensystematiek absoluut niet wil hebben. Want dan word je namelijk afgestraft omdat je op een gegeven moment, als je te traag bent, meer moet gaan betalen. Dus ik zie niet hoe differentiatie van opleidingen en maatwerk van opleidingen samen kan gaan met een systeem waarin mensen shoppenderwijs door hun opleiding kunnen gaan. Oké, we verzamelen even wat kritiekpunten. Lisbeth, heb jij over de leerrechten? Twee dingen. Ten eerste de veronderstellingen. Er worden altijd drie dingen genoemd. Keuzevrijheid, flexibiliteit en kwaliteit. Ik heb het afgelopen jaar was ik vicevoorzitter van de visitatiecommissie Kunst en Cultuur. Ik heb in die hoedanigheid 70 opleidingen, academische opleidingen in Nederland gezien. Al die opleidingen doen onderzoek naar waarom studenten een bepaalde keuze voor een universiteit of een studie maken. Nou, wat studenten zelf zeggen en wat uit het onderzoek blijkt, is dat die keuze ingegeven wordt door de stad. Hoe dichtbij is het eigenlijk? Hetzelfde geldt voor de bachelor en dat geldt voor de master. Dat zijn de meest zwaarwegende overwegingen die studenten geven. Dus die keuzevrijheid, dat vergroot wordt. Ja, als die niet in elk dorp een universiteit komt te staan, zal dat niet zoveel opleveren. Wat betreft die flexibiliteit, als er nu maar 3% studenten zijn die zo'n switch maken, dan zie ik eigenlijk niet waarom je daar een grote verandering voor moet invoeren, want dat is dan niet zo'n grote groep. En het laatste punt, kwaliteit, dat vind ik nogal tendentieus, want uit die visitatie bleek nou juist dat al die opleidingen bezig zijn om hun kwaliteit te vergroten, dat ze daar ook goed in slagen. Er is geen enkele er is één opleiding die een onvoldoende heeft gekregen en verder hebben ze alle 69 voldoende of meer. Binnen die kwaliteit zie je dat de opleidingen ook heel erg bezig zijn met differentiëren naar niveau. Dus in al die opleidingen is men bezig om honorsprogramma's op te zetten. Zodat je ook niet weer helemaal moet verhuizen als je naar een nog betere opleiding wilt. Nee, dan kan je binnen je eigen opleiding kan je verbeteren. Dat is één ding over de veronderstellingen. Een tweede ding, en dat wou ik graag, Wouter, als je het niet erg vindt, wat populistisch definiëren. Maar was je ook weer hoogleraar in? Populaire cultuur, geloof ik. Ja, vandaag. Dus dat Sinds 2002 zeggen jullie in Den Haag, er moet meer naar de mensen geluisterd worden. Er wordt inmiddels ook naar heel veel mensen geluisterd. En nu is wat betreft die leerrechten, is werkelijk iedereen in de sector is daartegen. En dat is dan geen enkel argument. Dus kennelijk zijn wij aan de universiteit de laatste groep waar niet naar geluisterd wordt. Oké, dankjewel. Arnold, wil jij nog iets aan deze punten toevoegen? Bij het betoog over de leerrechten hoor ik nog niet het woord studieprogramma vallen. Dus zo'n programma wordt zorgvuldig in elkaar gezet. Daar zit samenhang in. Er wordt nagedacht hoe die lijnen van die colleges in elkaar worden vervlochten. En als dat niet aanpakt, dan wordt het volgend jaar beter gedaan. Dus als je
Ik ben helemaal niet tegen zelfstandig kiezende studenten. Dus iedere student die een ander plan wil ondernemen dan het plan die wij hebben uitgedacht, die kan mij tot 's avonds bellen. Ik heb een rustig avondleven, want zoveel studenten zijn dat niet. Hè, dus we moeten er ook niet overdreven bang voor zijn. Maar aan de andere kant wil ik het ook niet als norm verheffen dat je moet bewegen. Want welk probleem lost dat op? Want zo'n studieprogramma heeft een echte duidelijke samenhang van trimester tot trimester. Dat is één. Twee, je moet goed realiseren dat in het begin van de studie mensen een onzekere periode van hun leven zitten. En heel goed geïllustreerd was dat, heb ik laatst uit een boekje gelezen, of voorgelezen gekregen zelfs, van een student Bos. Die dacht dat hij in een bepaalde context ging studeren, maar dat bleek toch totaal anders te zijn. Nou, laat nou de helft van alle studenten dat overkomen. En laat nou ze dus in het begin van hun studie zich nog heel erg aan het oriënteren zijn op wat ze nou kunnen, willen en hoe ze in het leven staan. Dus als je een probleem van flexibiliteit wil oplossen, moet je het oplossen in het eerste jaar. Maar aan het eind van het eerste jaar, mensen die dan door de streep gaan, die studeren ook allemaal af. In dezelfde studierichting. Het is even zweten. Ja. Maar in het eerste jaar is er een echt probleem wat om een oplossing vraagt. Maar daarna weet ik het niet meer. En daarna, als men ondernemend is, aan het eind van de studie, prima. Oké. Mag ik nog even ingaan? Eentje? Nog eentje, ja? Ja? Ja. Want als we het... Want vinden we wel een serieus punt. En dan wil ik even vragen of ik dat goed begrepen heb. Het was een voorbode op het feit dat de studiefinanciering mogelijk gekoppeld werd aan de student. Nou, daar moet nog even goed over worden nagedacht. Want de collegegelden bij een serieuze instelling als Yale, die zijn $35.000. En dus voordat we zulke bedragen gaan hangen aan een student, dan praten we toch over een radicaal ander stelsel dan hier. Daarvoor geldt overigens bij Yale dat als je niet kan betalen, dat zij het dan voor je betalen. Dat vind ik goed, hè? Dat is even goed sociaal. Maar dat is toch een stelsel wat zo ver verwijderd is van het huidige stelsel dat we daar nog even goed over moeten doordenken. Nou, ik denk voldoende punten om even nog op te reageren. Maar. Zeker, als ik bij dat laatste mag beginnen. Ik schaarde dat denk ik ook niet voor niets eerste deel van mijn inleiding bij de dromen. Want ik realiseer me hoe anders dat is dan hoe het nu werkt. Maar niettemin, we kennen voorbeelden, of dat nou is uit de Verenigde Staten of van recenter datum uit Australië. En we gaan nu ook in Engeland een aantal dingen meemaken de komende jaren. Waarbij het nog maar de vraag is wat nou de reële barrière is in termen van toegankelijkheid van een hoger collegegeld. Als je weet dat je na het volgen van die opleiding met dat hoger collegegeld ook een giga inkomen gaat verdienen. En dat is gewoon de vraag waar het wat mij betreft om gaat. Ik geloof niet dat toegankelijkheid in het hoger onderwijs betekent dat iedereen elk type opleiding moet kunnen doen. Wat mij betreft betekent toegankelijkheid in het hoger onderwijs dat er geen financiële drempels mogen zijn. Dat je talent maatgevend moet zijn voor welke opleiding je gaat doen. En dat betekent dat als je hoger collegegelden zou koppelen aan een perfect leenstelsel, waarbij alles te lenen valt wat je nodig hebt en waarbij je nooit geconfronteerd kunt worden met terugbetalingslasten die je niet kunt waarmaken, dan zou die toegankelijkheid op zijn minst in theorie niet in gedrang hoeven te komen. En dan moeten we dus gewoon goed naar kijken, ook in die andere landen, of dat zo werkt. En met elkaar, en dat is het begin van een tweede antwoord op een aantal van de dingen die ook door Lisbeth gezegd zijn, moeten we ook, denk ik, durven leren van experimenteren. Ik vind dat de wereld van het Nederlandse openbaar bestuur, en zeker ook de wereld van het onderwijs, dat we daar veel meer dingen moeten proberen te leren. Niet door vooraf met elkaar te analyseren of het wel of niet zal werken. Want tegenover elk argument waarom het niet zal werken, kunnen ook weer 3 argumenten gezet worden waarom het wel zal werken. Maar het is te doen. Ook als je kijkt naar dingen die in het verleden in het onderwijs zijn gebeurd. Bijvoorbeeld de invoering van het studiehuis. Hoeveel ellende hadden we in Nederland niet kunnen besparen als we in plaats van dat we dat in één keer overal te organiseren, gewoon hadden afgesproken dat we dat op een aantal plekken eerst eens gingen proberen. Als het dan fout was gegaan, was het maar op een paar plekken fout gegaan. En als het goed was gegaan, had je met alle lessen die je dan leert het uit kunnen rollen over de rest van de onderwijswereld. En dat vind ik ook hier. Er zitten hier een aantal ideeën in waarin ik ook niet kan garanderen dat het precies zo werkt als ik denk dat het gaat werken. Maar ik het wel goed zou kunnen vinden om te leren van de ervaring. En dus goed beheerste en gecontroleerde experimenten te doen. Bewegen, kiezen, shoppen is niet de norm.
Maar ik vind het wel belangrijk dat diegenen die dat willen daar de mogelijkheid toe kunnen krijgen. Dat studenten ja, je bent ervan op de hoogte dat dat nu ook kan. Hè? Er zijn allerlei mogelijkheden om zeker, dat te doen. Zeker, en het gebeurt dus ook al door een groep begrepen. Ja. Maar zoals ik ook zei, er zit voor studenten afhankelijk van de datum waarop ze dat doen wel degelijk ook nog vervelende financiële gevolgen aan vast. En dat wordt na de laatste discussieronde in de Tweede Kamer wordt dat verwijderd. Wat dat betreft zeg ik ook tegen Lisbeth. Er is denk ik juist, nou ja, ik kan alleen maar voor onszelf spreken. Er is nogal goed geluisterd naar ook de wereld van het hoger onderwijs. Misschien niet in jouw beleving naar toen het hele concept gelanceerd werd. Maar als je nou kijkt wat er de afgelopen weken gebeurd is. Hoe de financieringszekerheid van instellingen verbeterd is. Hoe studenten op het punt van wat er met collegegelden gaat gebeuren. En hoeveel leerrechten je hebt verbeteringen hebben gezien. Dan denk ik dat daar echt geluisterd is naar de wereld van het onderwijs. Of dat naar de studenten waren of de instellingen. En dat daar wat mee aan gebeurd is. En al helemaal als je bedenkt dat er vorige week en ook de komende weken geen definitieve beslissing valt over wat dan ook. Maar dat het uiteindelijk allemaal, en dat is ook een beetje een antwoord op wat Niels ook zegt. Uiteindelijk allemaal pas wel of niet door zal gaan in samenhang met dat grotere wetsontwerp over hoger onderwijs en onderzoek. Wat dus bepaalt ook hoe dingen als medezeggenschapsrechten en andere vormen van invloed van al die partijen op elkaar. Of dat nou studenten, docenten, raad van bestuur en zo zijn, hoe dat geregeld wordt. En ik durf dus ook niet te voorspellen hoe dat af gaat lopen. Nog wel één punt richting Niels. Ik geloof, als ik het heb over differentiatie en maatwerk, heb ik het niet zozeer over het feit dat op de ene universiteit in semesters gewerkt wordt en in de andere in trimesters. Want dan zie ik dat je inderdaad die overstapmogelijkheden hartstikke moeilijk worden. Ik heb het meer over het feit dat dus naar aard en niveau van opleidingen, dat daar maar, het maatwerk plaats gaat vinden. En de praktische problemen die jij zeer terecht daarbij aan de orde stelt, zijn dus ook gewoon praktische problemen die straks in het kader ook van die wet op het hoger onderwijs en onderzoek goed geregeld moeten worden. Omdat anders die leerrechten gewoon geen zin hebben. En dus ook niet door ons in die context gesteund zullen worden. Maar dat was een deel van mijn punt. Het andere punt was dat een opleiding een heel specifiek traject is, waar ook al aan werd gerefereerd, met een specifieke opbouw. Waar je ook bewust voor kiest uiteindelijk. En dat hele traject heeft een bepaald einddoel. Ja. Als je uiteindelijk na een half jaar of een jaar ontevreden bent en wilt overstappen, dan is een traject aan een andere universiteit of een andere hogeschool totaal anders. En zal je schakelvakken moeten volgen, zal je vertraging oplopen en zullen daar problemen optreden. Je zou de student eigenlijk niet moeten stimuleren om dat bachelor. Je moet de student stimuleren om drie jaar, daar zijn ze op berekend en ze zijn er niet op berekend om iedere keer te switchen. Maar we stimuleren studenten toch niet om over te stappen? We maken het mogelijk voor studenten zonder gevolgen voor hun studiefinanciering en hun leerrechten een overstap te maken. Maar er zit nergens een beloning op de stap. Als je de toelichting leest op de wet op de leerrechten, en ik vroeg voor welk probleem is dit de oplossing. Wij niet geschreven. Dan, nee, maar ik vraag even wat je ervan vindt. Want je gaat er dadelijk wel voorstemmen, denk ik, zo te horen. Dan is het natuurlijk de vraag. Het punt is dus, waarom zou je dit doen? En de bedoeling die de staatssecretaris erin heeft geschreven is dat de instellingen scherp gehouden moeten worden en dat ze scherp gehouden moeten worden. Dat gebeurt door de studenten te zeggen, jongens, jullie moeten vooral gaan switchen als je ontevreden bent over wat je geboden krijgt. Nou kijk, dat is het supermarktidee en dat is iets wat in ieder geval mij en zo te horen de andere sprekers hier helemaal niet aanstaat. En als je straks dus op een geamendeerde versie wel meegaat met die leerrechten, dan staat dit er nog steeds in. Nee, dat is de vraag. Ik ben niet alleen een heel partijdig voorzitter, maar ook nog fervent meediscussierend. Dus ik pas me aan de situatie met een grote glimlach, maar wacht even. Goed zo. Wacht even. Ga je gang. Er is één partij geweest die er de afgelopen week voor heeft gezorgd dat er op geen enkele wijze, wat voor voorschot dan ook, op de besluitvorming over de leerrechten genomen wordt. En dat is de Partij van Arbeid. En die zorgt ervoor dat dus deze week, als die motie in stemming komt, uitgesproken wordt dat die beslissing niet genomen worden, tot we weten hoe de rest van het pakket in elkaar zit. En dat kan dus ook betekenen dat er gewoon helemaal niks van terecht komt. En alles wat er in die tussenliggende periode nog door jullie of de anderen naar voren wordt gebracht, waardoor we nog meer wijsheid opdoen dan we al opgedaan hebben, zal daarbij betrokken worden. En vergis ook niet, want ik bedoel, daar zijn jullie geen van drieën op ingegaan. We hadden diploma-gebonden financiering. Er waren goede redenen om de afhankelijkheid van instellingen van diploma-gebonden financiering te verminderen. Dan moest dus iets anders voor in de plaats komen. Dan is het logisch om het dus te binden aan studenten die ergens gaan studeren. En dan is dit de manier om dat te doen die het minst schade doet aan de financieringszekerheid die instellingen zeer terecht, in ieder geval ook voor een beperkte termijn, willen hebben. Oké, dank. Is er in de zaal nog iemand die een punt aan de orde wil stellen over dit thema? We hebben het alleen nu even nog over de leerrechten en alles wat ermee samenhangt. Daar achterin, ja.
Kort, hè, alstublieft. Ja. Even uw naam zeggen. Moesa Aynan. Ja? Ik wil nou toch even iets vragen over dat studentgebonden financieringsgedoe. Bent u zelf betrokken bij deze? Ik ben raadslid van dezelfde partij. Ja, oké. Van die ochtomen in Amsterdam. Dan weten we dat ook even. Dan weten we dat ook even. Nee, ik wil er een beetje duidelijkheid over hebben. Omdat het natuurlijk ook over de toekomst gaat van de studenten. Ik ben bang dat we een soort tweedeling krijgen van mensen die gewend zijn om met grote bedragen om te gaan. Waarbinnen het normaal is om bijvoorbeeld 10.000 euro per jaar te lenen. En mensen die minder verdienen en die echt huiverig zijn om te lenen. En waardoor dus de kans bestaat dat sociaal-economisch minder vermogende mensen de stap niet zullen wagen om die lening aan te gaan. Oké, dus duidelijke vraag. En ook een van onze grootste aandachtspunten bij het nadenken over lenen. We weten evenwel, in ieder geval uit een land als Australië, waar men veel verder is met ervaringen op het gebied van leenstelsel, dat in de eerste paar jaar er inderdaad een soort leenangst is bij studenten. Maar dat vrij snel verdwijnt. En het tweede antwoord, daarop aanvullend op jouw vraag, zou zijn: laten we gewoon in beperkte mate eens kijken wat er gebeurt. Dat toch eens proberen te leren van de ervaring. Want ik bedoel, jij kan dit zeggen, ik kan er iets anders zeggen over zeggen. Uiteindelijk weten we het allebei nooit helemaal zeker. En dit is dus typisch iets waarvan ik zeg, nou, definieer nou eens een afgegrensd gebied waar je zegt, daar geven we het de ruimte en daar kijken we wat er gebeurt. En als dan na een aantal jaren zou blijken dat inderdaad een bepaald type studenten minder leent dan een ander type studenten, en dat dat niks met hun talent te maken heeft, maar bijvoorbeeld wel met het milieu waar ze uitkomen, dan heb ik ook een heleboel huiswerk. Meneer Bos, het is nu al het geval dat mensen die weinig verdienen nu al heel erg bang zijn om te lenen. Het is gewoon uit onderzoek gebleken dat mensen liever er eigenlijk erbij gaan werken dan lenen. Ja, maar oké. Okay. Dat is ook omdat... Ja. Er roept iemand... Wacht even, ik hoor helemaal niks. Even wachten tot er een microfoon is, want anders dan kan niemand het verstaan. Ja? In aansluiting op wat die meneer zegt, uit welk milieu zijn de studenten van u dan afkomstig? Vroeger had je de beurs, die was voor mensen met een gering inkomen. Als je kind was van rijkere ouders, dan kon je na 5 jaar financiële zelfstandigheid, als je problemen had met je ouders, op zelfstandige basis een beurs krijgen. Ik vraag me sterk af in hoeverre de huidige studentenpopulatie niet afkomstig is uit gezinnen uit de middenklasse of de hogere middenklasse en daarboven uit de elite. Okay. Hoeveel arbeiderskinderen studeren nu op hoog niveau? Ik heb het antwoord niet, maar dat jij misschien wel. Ja. Niet in cijfers beschikbaar. Ik weet wel dat we uit een land als Australië de cijfers hebben dat het niet selecteert naar sociaal-economische afkomst om te kunnen lenen. Ja. En het feit dat een heleboel studenten in de huidige situatie erbij werken om aan het geld te komen, heeft natuurlijk ook te maken met het feit dat de leenfaciliteiten in het huidige stelsel van studiefinanciering beperkt zijn. Ja. En als er één ding is geweest wat we de afgelopen tijd geprobeerd hebben te bereiken, is die leenfaciliteiten te verruimen. Ja, dit is het punt waar we met elkaar al lang over spreken in Nederland en wat dan nu weer actueel is. We zijn in de instellingen allemaal erg ongelukkig met het gegeven dat heel veel studenten naast de beurs die ze nu krijgen, die nu eenmaal te weinig is om van te leven, een baan nemen om in een levensonderhoud te voorzien. Dat gaat natuurlijk ten koste van de tijd die aan de studie besteed kan worden. Dus wij raden ook altijd aan, in ieder geval ik doe dat altijd, aan mensen die overwegen om te gaan studeren, om te kiezen voor een lening. Omdat je dan veel sneller door die studie kunt, omdat je niet afgeleid wordt door een baan die doorgaans alleen maar voor het geld wordt gedaan. En omdat vaststaat uit statistieken van het CBS en anderen, dat degene die een academische of een hbo-opleiding hebben gedaan, in de hogere inkomenssegmenten terechtkomen. Dat is meerdere malen aangetoond en vastgesteld. Dus door zo'n lening aan te gaan, neem je een relatief klein risico, want je kunt het later vermoedelijk wel terugbetalen. Uit welke klassen ze afkomstig zijn? Nou, die zijn voor zover je dat nog kunt waarnemen across the board. He, dus dat zijn de toegang van in het hoger onderwijs. Het ligt misschien iets anders op de universiteit dan op de hogeschool. Maar tot het hoger onderwijs, die is tamelijk breed in de Nederlandse samenleving verankerd. Ik kijk ook even naar Ankie, mijn collega hier, die die cijfers ook kent. Ik weet niet of jij daar nog iets over... Op dit moment, daar is de emancipatie van de klassen aan de orde. En daar zitten meer sociaal of economisch zwakke personen dan aan de universiteiten. Maar daar zit wel de nood
dat die niet durven lenen, dat die erbij moeten studeren en daardoor een heel slecht studieresultaat hebben. Dus het is wel een heel moeilijk punt. Oké. Ik wou dit even hier laten, want we hebben nog een paar andere thema's en de tijd schrijdt voort. Nee, u mag niet. We gaan eventjes naar een ander thema nu. Er is ook gezegd, er moet meer diversiteit komen. Hè? Er moet meer maatwerk komen. Dat was een van de punten die je toen je over je droom sprak aan de orde stelde. En de vraag is natuurlijk even hoe we dat kunnen realiseren. Want de ene kant van de zaak is dat we met een kenniseconomie vooruit willen. Dat we hoge ambities hebben daar als Nederland. Om daar goed in te scoren. Hetgeen betekent dat we een groot aantal mensen willen toelaten, zullen moeten toelaten tot het systeem van het hoger onderwijs. Je kent de globale cijfers waarschijnlijk wel, dat we nu ongeveer zo'n 28-30% halen. Dat landen om ons heen, Duitsland, Scandinavische landen, Engeland, tegen de 40% zitten. Dus we hebben nog wel wat procenten te gaan. Maar de vraag is natuurlijk, als je die toch per definitie massaliteit dan naar je toe ziet komen. Nu ongeveer 500.000 studenten, zowel in universiteit als hogeschool. Ongeveer 200.000, 300.000 verdeeld. Nou, dat zal nog wat gaan stijgen als het goed is. Dan heb je dus een tamelijk grote massa voor ogen. Hoe kun je daar nou dat maatwerk in aanbrengen? Nog meer dan we het in feite nu al doen door te differentiëren in opleidingen, door keuzes te bieden, door allerlei keuzemogelijkheden in het systeem zelf te kiezen. En door dingen van die orde te doen. Kun je dat nog ietsje toelichten misschien? Ja, het zijn drie antwoorden volgens mij. Het eerste is door jullie meer ruimte te laten om zelf die beslissingen te nemen over wat je aanwenst te bieden. En ons zich daar minder mee te laten bemoeien. Ik was een paar weken geleden bij een club van hbo'ers, zoals ik vertelde. Daar ging het over de vraag of hbo ook de mogelijkheid zou moeten bieden voor mastersopleidingen. Ik had, en het voorbeeld dat men daar gaf, je doet maatschappelijk werk op een hbo-opleiding, je wil toch wat dieper, dan kun je eigenlijk alleen maar met masters richting pedagogiek bijvoorbeeld op de universiteit. Maar ja, dat is dan zo theoretisch, daar heb je eigenlijk relatief weinig aan in het licht van die specifieke behoefte om beroepsgericht die verdieping te bereiken als hbo'er die een bachelorsgraad heeft. Ja. Dat zou dus daar aanwezig moeten zijn. Mijn antwoord daar was, als jullie denken dat dat nodig is en dat het simpel ingericht gaat worden, ga alsjeblieft je gang. Die beslissing zullen wij niet hoeven te nemen. Maar zorg wel dat het altijd voor de buitenwereld zichtbaar blijft wat er achter een diploma zit op het moment dat je het gehaald hebt. Een hbo-diploma of een universitair diploma. Ja, een van de punten die daar natuurlijk speelt, en dan gaan we verder nog discussiëren. Maar is natuurlijk dat als een dergelijke hbo-instelling een dergelijke master wil, dan kan hij dat nu aanvragen. Hè? Waar het probleem natuurlijk altijd om gaat, is het kosten. Gaat de overheid daar aan mee? En dan komen we in de discussie waar we, laten we zeggen, in de sector natuurlijk bevreesd over zijn. Ja. Dat als jij zegt, dat moet daar in het hbo ook kunnen. Hè? Dat wij wel weten dat het budget niet verhoogd wordt, dus dat het dan ergens anders weer afgaat. Nou, en zo blijven we dan in dat kringetje ronddraaien. Dus een daarmee wel sterk verbonden thema is de Partij van de Arbeid bereid om, als het aan het kabinet volgend jaar en de jaren daarna gaat deelnemen, om substantieel de bijdrage die wij aan hoger onderwijs geven en die we ook aan wetenschappelijk onderzoek geven te verhogen. Want anders blijf je natuurlijk toch in een kringetje ronddraaien van een punt waar te weinig middelen zijn. En ik weet wel, de politiek zegt altijd tegen ons, jullie doen maar één ding en dan zeuren om meer geld. Maar als je 20 jaar geknepen bent, dan wil je ook wel eens graag een beetje ademhalen. Ja. Nee, dat begrijp ik. Even voor de goede orde, als je hbo masters zou creëren en dat betekent dat studenten na hun bachelors op het hbo niet meer naar universitaire masters hoeven, maar dat op hbo niveau kunnen afmaken, dan kost het geen cent meer. Want je verschuift gewoon het geld van wetenschappelijk onderwijs, universitair onderwijs naar hbo onderwijs. Als het geld de student volgt, zou het niet duurder hoeven te zijn. Los daarvan heb ik ook al eens een keer eerder gezegd, het bedrag beschikbaar per student is de afgelopen jaren in Nederland gedaald en die trend moet gekeerd worden en die moet weer omhoog. Dus dat is het antwoord daarop. Twee andere punten nog even over dat maatwerk. Naast het geven meer ruimte aan de instellingen zelf is het tweede dat ik vind dat instellingen wat minder verkrampt moeten reageren op het moment dat andere aanbieders de markt opkomen die ook denken dat ze iets zinnigs te bieden hebben aan studenten. De hele discussie over het open bestel. Ja. En een derde iets is dat zit meer tussen ons aller oren. Ik hoorde net al, geloof dat je het zelf zei, dat er gewerkt wordt aan niveauverschillen op binnenopleidingen, of zei jij die spelen, of al tussenopleidingen. Maar ik vind dat we het normaal moeten vinden dat als je recht gestudeerd hebt op de ene plek, dat daar een andere status aan vastzit dan als je recht gestudeerd hebt op een andere plek. Zolang iedereen die de juiste vooropleiding heeft, in ieder geval maar ergens recht kan studeren. Oké.
Dit type van differentiatie, hè, van onderscheid maken, is dat iets wat jullie aanspreekt hier achter de tafel, Niels of Lisbeth? Nou, mij spreekt het wel aan, maar daarbij zeg ik opnieuw dat een heleboel van die dingen eigenlijk al gebeuren. Zoals wij op deze universiteit samenwerken met de HVA. Dat is nou precies bedoeld om verschillende opleidingen op hogeschool en academisch niveau bij elkaar te krijgen en te zorgen dat de studenten de juiste keuze maken. Dus kijk, toen jij begon met te zeggen, we moeten de universiteit op een gegeven moment met rust laten en we geven ze een licentie voor 10 jaar en dan zoeken ze het maar uit en op het eind van de rit dan rekenen ze af. Toen dacht ik eigenlijk dat je dezelfde richting op zou gaan als de PvdA met de omroep heeft gedaan. Te zeggen van handen af van de omroep en er is genoeg gebeurd in die sector en laten we ze nu maar eens een tijdje met rust laten. En ik denk dat dat is ook een publieke instelling die zwaar onder druk heeft gestaan. En ik denk als je publieke omroep vervangt door universiteit, dat je bijna precies hetzelfde redenering kan ophalen voor de universiteiten. En dat geldt eigenlijk voor alles wat je hier zegt, ook over dat open bestel, dat andere instanties opleidingen moeten kunnen aanbieden. En dat zou voor een deel het bedrijfsleven moeten zijn, zodat ook de noden van het bedrijfsleven weer beter gevoed worden door de universiteiten. Wat je ook op al die opleidingen ziet, is dat er van allerlei pogingen zijn om met dat bedrijfsleven samen te werken. Hetzij door het bieden van opleidingen, hetzij ook op onderzoeksgebied, maar er worden steeds meer initiatieven genomen om samen met het bedrijfsleven of met de kunstensector opleidingen te maken. Dus een heleboel van die, ja, wat jij ergens in die stukken spelregels wijzigen noemt, een heleboel van die spelregels die worden op het moment al gewijzigd, intern. Dus daar hoef je eigenlijk helemaal niet zoveel aan te doen. Dus ik zou wat dat betreft een veel radicalere opstelling verwachten, in de zin van, zoals jullie bij de omroep hebben gezegd, nou laat maar even helemaal met rust. Oké, okay. Arnold, jij nog? Mag ik nog even een eenvoudig feitelijke informatie op tafel leggen. Dus ik vind de UvA en de HVA, niet alle van mijn collega's, vind ik een groot succes. En het lost een probleem op wat je in je voordracht voor de HBO-raad ook noemt. Namelijk de emancipatie van de nieuwe Nederlanders. En dat kan ik illustreren. In de informatica-achtige opleidingen is de helft van de instroom komt niet door de voordeur, maar komt door de zijdeur. Vanuit het HBO. En dat zijn met name de mensen die dus eerst vanuit hun opvoeding een makkelijk grijpbaar beroep willen kiezen. Dus zeg maar naar de HBO gaan. En daar erachter komen dat ze eigenlijk getalenteerd zijn. En dan dus alsnog naar de universiteit. Dus dat probleem. En het tweede punt waar ik je gelijk in wil geven is dat dit soort instellingen als waar ik werk vaak verkrampt reageren. Dat is ook zo. En dat is jammer. En daarom noem ik dat voorbeeld van de UvA en de HVA ook, omdat daar ook eerst veel interne weerstand tegen was. Maar of dat nou het hele bestel open moet, daar moeten we nog eens goed over nadenken. Want als uiteindelijk blijft het publiek geld en uiteindelijk zie je dat in alle maatschappijen door alle eeuwen heen de overheid zich garant stelt voor publiek geld in het onderwijs. Zodat het onafhankelijk is, zodat het opvoedt tot kritische mensen. En dat het in zekere zin, en dat noem je in je stuk aan de HBO-raad nergens, niet alleen gaat om de privébelangen van studenten, want die zijn goed vertegenwoordigd in je nieuwe visie, maar dat er ook een maatschappelijk belang is. Want een maatschappij heeft als geheel ook behoefte aan een bepaald palet aan diensten en kundes. En die moeten kritisch en onafhankelijk zijn. En ik neem aan dat de gedachte dat het uiteindelijk publiek gefinancierd wordt wel overeind blijft staan, dit nieuwe model. En dat dus de spanning en waarom gaat het voorbeeld met de monopoliepositie van de telecom wat je geeft als voorbeeld in jouw voordracht voor de HBO-raad, waarom gaat dat mank? Omdat was een monopolie. En dat was uiteindelijk een bedrijfsactiviteit. Er is geen belang bij telecom van de overheid, zolang de garantie dat je maar over de telefoon kan zeggen wat je wil, gewaarborgd is. Maar bij onderwijs gaat dat toch veel dieper de cultuur in. En daarom vind ik dat het niet zo'n slechte keuze is om het te laten voorbehouden aan instellingen die dus hun geschiedenis door de jaren hebben gevestigd. Oké, misschien uit de zaal nog een enkele vraag, ook gericht op dat open bestel. Ja? Ja, is ook goed. Even je naam. Ja, Jonathan Meijs van de Landelijke Studentenvakbond. Wouter Bos, u sprak over grote dromen die u had en vervolgens hoor ik dan een paar dingen die al in gang zijn. Accreditatiestelsel, wat meer decentralisatie. Kan het niet zoveel beter? Heeft u niet echte ambities? En die zou ik graag van u horen. Nou, kijk eens aan.
Maar eerst toch nog maar eventjes reageren op wat hier over het open bestel gezegd is. Nee, ik vind deze vraag veel leuker. Oké. Okay. Ja, maar dan gaan we er nog even. Joop den Uyl heeft ooit over zichzelf gezegd dat hij behoorde tot het zondige ras der reformisten. Waarmee hij bedoelde te zeggen dat hij zich dat hij geleerd heeft politiek te bedrijven in termen van stappen in de goede richting. En in de drie grote trekken die ik schetste voor het hoger onderwijssysteem zijn nu al hele grote stappen als we die met elkaar zouden zetten. Als je kijkt naar het punt van dat alle instellingsfinanciering via de student zou moeten lopen bijvoorbeeld. Daarvan weten we ook gezien de debatten van de afgelopen weken dat dat gewoon op korte termijn om een heleboel goede redenen niet haalbaar is. Dus ik geloof dat wat ik daar neerzette als wenkend perspectief ons nog een heleboel kan vertellen. Maar dat het betrekkelijk weinig zin heeft om de politieke discussie te voeren met behulp van beelden die nog verder reiken dan dat. Publieke borging, openbaar bestel. Ja. Het zijn allemaal redenen om voorzichtig te zijn. En terecht, die je noemt. Maar we hebben op tal van plekken in de samenleving hebben we gezien dat je om dingen die we als samenleving belangrijk vinden, om publieke belangen te borgen, het niet noodzakelijk is dat dat allemaal ook in handen blijft van de gevestigde publieke instituten. Er zijn manieren om ook andere partijen te binden aan die belangen. En ik pleit er niet voor om de hele zaak in één keer overhoop te gooien. Ik zeg ook tegen Lisbeth van Zonen, ik pleit er niet voor om, volgens mij heb je me dat ook nergens horen zeggen vandaag, met allerlei nieuwe wetten en allerlei nieuwe regels te komen. Maar ik pleit er wel voor om de ruimte die de afgelopen jaren ook door ons is gecreëerd om op een aantal punten te experimenteren en te leren van ervaringen, om die ruimte ook volop te gebruiken en daar niet tegen te gaan vechten. Je zou er geen bezwaar tegen hebben als Reed Elsevier of Kluwer of een dergelijk type bedrijf zich ook op de markt van het hoger onderwijs begeeft en gesubsidieerd onderwijs gaat geven. Want die hebben dan dezelfde rechten als alle andere aanbieders tot nu toe. Hè? Dat is het idee van het open bestel. En als je nog een stapje verder gaat, dan kunnen ook buitenlandse aanbieders hier komen. Dat is de lijn waar je op zit? Nou, als die iets kunnen doen wat ze beter kunnen doen dan jullie, dan lijkt het me in het belang van studenten om dat mogelijk te maken. En dan ben ik er a priori in ieder geval niet tegen en geneigd voor. Oké. Ik weet niet of die discussie, of je dus de stelling dat het beter is, waardevrij kan vaststellen. In dit geval. Bij telecom acht ik dat mogelijk. Laten we het maar bekijken aan de hand van concrete voorbeelden die we krijgen. Oké, Karel Gamers, decaan van onze beta-faculteit. Het kwam net even aan de orde bij het idee dat alle financiering via de student zou lopen. En dat leidt me tot de volgende vraag. Een universiteit staat voor onderwijs en onderzoek. Nou kun je zelfs als je dat vindt nog heel goed vinden dat alle financiering van de universiteit via de studenten moet lopen. Maar dan is het dus de vraag, wat is dan de relatieve rol van zeg NWO, de KNW of andere spelers in het onderzoekslandschap. Ja. En dan moet denk ik toch wel heel duidelijk worden hoe je die twee dingen dan naast elkaar doet. Ja. Want ik zeg er dan ook bij, ik geloof van harte in het feit dat onderwijs en onderzoek schering en inslag van het universitaire leven zijn. Oké. Okay. Ja. Nou ja, zo open als ik probeer te zijn ten opzichte van nieuwe vormen van samenwerking en ook financiering rondom onderwijs, zo gesloten zit ik erin rond onderzoek. Ik geloof erg in de onafhankelijkheid van wetenschappelijk onderzoek. Wij komen op tal van terreinen in de politiek komen wij onderzoeksresultaten tegen waarbij bedrijfsleven sponsor is. Denk aan met name discussies bijvoorbeeld rondom medicijnen en dergelijke of veiligheidsrisico's van bepaalde zaken. Waarbij je echt, daar hebben dan weer andere wetenschappers studie naar gedaan, kunt zien dat er een statistische afwijking is tussen onderzoek dat door het bedrijfsleven gesponsord wordt en onderzoek dat onafhankelijk is. Dus ik geloof zeer in onafhankelijk onderzoek op universiteiten. Ik ben er. Toen ik bij die HBO-raad was, heb ik gezegd, ik vind het prima als er ook onderzoek is bij HBO's. Maar dat is iets wat jullie vooral maar zelf met vragende werkgevers moeten regelen. De publieke taak van onderzoeksfinanciering dient zich te richten op universiteiten. En daar is onafhankelijkheid een heel groot goed. Oké. Via de studenten? Nee. De aparte financiering dus voor onderzoek, dat is hier duidelijk. Achterin is nog een vraag. Goedemiddag, ik ben Menno Bart, ik ben student hier aan de UvA. En ik heb ook een vraag over studentgerelateerde financiering. Namelijk in verband met kleine opleidingen. Ik zie bijvoorbeeld een opleiding Roemeens aan de UvA, waar ze ieder jaar staan te springen als ze de ene inschrijving van de ene student van het jaar binnen hebben. Maar die opleiding heeft wel alsnog een staf van een aantal mensen te onderhouden.
Hoe wilt u dit behouden? Want het is wel de enige plaats in de hele Benelux waar Roemeens gestudeerd kan worden. Eu vorbesc numai puțin românește. Dat is ongeveer het Roemeens dat ik spreek. Prachtig land. Ik heb daar, zeg je in alle eerlijkheid, anders dan dat ik weet dat er een aantal van dat soort uitzonderingssituaties zijn waar je gewoon iets voor moet regelen, heb ik daar geen uitgewerkte ideeën over. Maar het is duidelijk dat die niet mee kunnen lopen in de regel zoals ik hem net neerlegde. Oké. Ja, ik kijk nog even of er nog hiervoor nog een andere vraag is. Ja, ik ben Dennis Schoenmakers. Ik studeer ook aan UvA. En ik had een vraagje over, want hier hebben we het vooral veel gehad over de vorm van het onderwijs. En ik heb nog niet echt veel gehoord over de inhoud. En waar de laatste jaren ook vooral wat kritiekpuntjes op zijn gekomen, is bijvoorbeeld dat het onderwijs steeds meer gerelateerd wordt aan rendementsverhogende maatregelen, zoals huiswerkopdrachten, presentielijsten en dergelijke. En er wordt dus steeds minder eigenlijk aandacht gevraagd voor het onafhankelijke academische niveau en dergelijke. En hoe denken jullie dat te gaan verbeteren? Of hebben jullie zoiets van, nou, dat is niet echt belangrijk? Of hoe denken jullie erover? Ja, ik geloof mijn buurman er wat van. Ja, Wouter Bos sprak voor de HBO-raad en die noemde zijn lezing toen passie voor de student. En dat had een bepaalde reden, omdat in een folder stond dus passie voor allerlei dingen, maar niet voor de student. Daar ben ik het mee eens. Maar ik heb nog een mening, dat er ook passie van de student kan worden gevraagd. En wel in aanzienlijk hogere mate dan gemiddeld genomen nu het geval is. Nou, is er een relatie met de studiefinanciering? Dat hebben we net gezien, het zijn een soort twee vaten. Maar de inzet voor de studie kan, als je het vergelijkt met studies ook in het buitenland, en zeker als we ook topopleidingen willen maken, kan echt ook nog wel omhoog. En ik vind dat het stelsel daar ook echt op ingericht moet worden. Dus als ik je nog een one-liner mee mag geven, is niet alleen passie voor de student, maar vraag ook van de student. Oké, dank je. Anderen nog hierover? Ik wou nog iets anders, als het mag. Ja? We hebben het nu over studenten gehad en over de universiteit als instelling voor onderwijs en onderzoek. De universiteit is natuurlijk ook een werkgever. En een van de redenen waarom ik zo wil blijven terugkomen op zo min mogelijk veranderen, is omdat ik merk dat de mensen die aan de universiteit werken gewoon ontzettend moe zijn van al die veranderingen. Voor een deel de onderwijsdruk daardoor ook niet meer aankunnen. We hebben een aantal van die veranderingen al genoemd. De onderzoeksdruk is ook steeds hoger geworden. In tegenstelling dat toen wij studeerden, zal ik maar zeggen, zijn er nu allerlei eisen aan mensen gesteld van hoeveel je moet publiceren, waar je moet publiceren, hoeveel geld je moet binnenhalen, enzovoort, enzovoort. Wat ik merk is dat met name de jongere generatie daar helemaal niet zo goed meer tegen kan. En dat is ook een van de redenen waarom ik zeg, laat ze of laat ons een tijdje met rust. En daar wil ik eigenlijk nog wel een reactie op. Ja. Het is inderdaad een extra argument. Ik vertelde helemaal in het begin iets over een nieuwe algemene oriëntatie die we proberen te ontwikkelen op hoe je in de publieke sector de dingen voor elkaar krijgt die je graag voor elkaar zou willen krijgen. En onder die oriëntatie ligt het gevoel dat we meer ruimte moeten geven aan de mensen die het werk moeten doen, meer op hen moeten vertrouwen dan op onze eigen regelzucht vanuit Den Haag. En als je dat vindt, moet ik dus ook het argument dat jij net noemt zeer serieus nemen. En dat zal ik ook doen. En ik zeg er nogmaals bij, ik heb hier geen pleidooi gehouden voor grote nieuwe wetten en nog veel meer regels. Ik heb hier een pleidooi gehouden om ruimte voor de experimenten die is gecreëerd te benutten. Daar niet tegen te vechten. Dat kan ook veel stress veroorzaken als je gaat vechten tegen dingen die niet bij voorbaat bedreigend zouden hoeven te zijn. En ik wijs nog één keer terug naar iets wat ik al eerder noemde. Ik zou het mooi vinden als in de wereld van het hoger onderwijs instellingen hun eigen regelvrijheid kunnen verdienen. Dat de instellingen die ook door hun eigen peers, door jullie collega's gezien worden als de beste, dat ook de instellingen zijn die gewoon het minste last van ons hebben. En dat zou een hele mooie vorm van zelfregulering zijn, waar ik zeer in zou geloven. Nou, ik denk dat je daar ook wel groot gehoor voor vindt. Maar ik
vraag me af of je aan de andere kant, je zegt ik wil alleen maar een paar spelregels veranderen, of je dan erbij stilstaat wat een enorme consequenties die hebben. Bijvoorbeeld leerrechten heeft voor de werkvloer heeft enorme consequenties. Open bestel heeft voor de werkvloer heeft enorme consequenties. Dat kun je bijna geen spelregels veranderen meer noemen. Dat zijn echt hele grote veranderingen die je dan... Dus dat kan ik niet zo rijmen met dat je zegt van nou, we willen niet zo heel veel veranderen. Ja. Mag ik daar iets heel kritisch bij opmerken? Uiteindelijk hebben we het hier over de werkvloer en over alle werknemers aan deze universiteit. Maar het gaat uiteindelijk om de student. En als het onderwijs en de baten en het onderwijs beter wordt door een aantal veranderingen. Onderwijs en onderzoek beter wordt door een aantal veranderingen door te voeren. Dan denk ik dat de medewerkers ten dienste staan van de student en niet voorop lopen. Oké. Nou ja, dat vind ik eigenlijk wel een beetje mijn laatste woorden. Ja. Maar nee, even serieus. Natuurlijk is er ook een zelfstandig belang van medewerkers aan de universiteiten. Daar heeft Liesbeth gelijk in als dat aan nodig. Maar we hebben er wel heel bewust voor gekozen om in onze benadering van het onderwijs het belang van studenten centraal te zetten. En dat betekent dat als je uiteindelijk moet kiezen, het inderdaad wel in die volgorde ligt. En dan nog zul je met iedereen rekening moeten houden. Oké, ik ga langzamerhand afsluiten, dames en heren. Langzamerhand zei ik, nog niet helemaal. Gezelligheid kent geen universiteit. We moeten wel af en toe eventjes opletten op de tijd. Ik wou nog een enkeling in de zaal de gelegenheid geven om een vraag te stellen. Dan verzamelen we een paar en dan moet Wouter weg. Geertje van den Berg stond te popelen. Ja? Wil je even de microfoon gebruiken, Geertje? Sorry. Nee. Eigenlijk helemaal niet, maar naar aanleiding van die laatste discussie die een misverstand kan wekken. Natuurlijk staat de student centraal, maar dan gaat het over kwaliteit van het onderwijs. En ik denk dat je niet de valse tegenstelling moet scheppen dat zorg voor goed personeel aan de universiteit iets anders is dan zorg voor goede onderwijskwaliteit. En daar liggen de dingen in elkaars verlengde, staan ze niet tegenover elkaar. Ja, oké, dankjewel. Hedde Rijkers hier, voorzitter van onze Centrale Studentenraad. Ja, je hoort het al op een paar plekken. Tenminste, ik weet van een studie bij psychologie, studenten zijn heel ziek. Er ligt, tenminste, de gezondheid van studenten slecht gesteld. Er ligt erg veel druk op ze. Je hoort het hier ook, er is verscholzing, continue focus op rendementen. Alles moet zo snel mogelijk. We hebben het net even over leerrechten gehad. Als je als student in het eerste jaar een verkeerde keus maakt, zorg dat je op tijd afgestudeerd bent en in het ideaal beeld wat u schetst. En nou ja, de droom, hopen dat het geen nachtmerrie wordt. Word je ook als student geconfronteerd met bijzonder hoge collegegelden. We hebben afgelopen, tenminste vorige week maandag, hebben we gediscussieerd over ondernemerschap. Ik bedoel, hoger onderwijs moet de motor zijn van de kenniseconomie. Mijn vraag is, wat is het beleid van u, wat is het beleid van de Partij van de Arbeid, om bij de leerrechter, maar ook in het algemeen, ervoor te zorgen dat studenten genoeg ruimte hebben om een bestuurservaring op te kunnen doen. En waar blijft zeg maar de ondernemerschap? Ik bedoel, is er geen creativiteit, ruimte nodig voor creativiteit? Nog een laatste reactie, Wouter. Nou, dat laatste punt. Kijk, in ons denken is een stelsel waarin je veel makkelijker kunt lenen dan vandaag de dag. Een stelsel waarin je dus niet meer hoeft te werken. En waardoor er dus meer ruimte ontstaat voor bestuursactiviteiten naast de studie. En die hoge collegegelden, ik word wel verbeterd door mijn collega's hier als ik het verkeerd zeg, maar gedurende de tijd waarin de leerrechten gelden, is het collegegeld ook gelimiteerd. Het is pas de periode daarna dat ze eventueel omhoog gaan. En mijn eigen indruk van de discussie van de laatste maanden is dat juist op dat punt, namelijk hoe lang duren die leerrechten en wat mag er nou precies wel of niet gebeuren aan het eind van de rit, wij zoveel mogelijk samen met studentenbonden hebben proberen op te trekken om de plannen van Rutte ook bij te buigen. Ten slotte wat Greetje zegt, dat is natuurlijk zo. En ik zelf ben wel geneigd te zeggen dat als we kijken naar studenten in Nederland, alles wat gezegd is terecht ook over hoe ook studenten in de eerste jaren van de studie, inclusief student Bos destijds, ook nog zo hun onzekerheden kennen. Maar als je het hebt over een populatie die geacht wordt zichzelf toch in redelijke mate te kunnen oriënteren op hun eigen toekomst en op wat er hen aangeboden wordt, vind ik dat je van mensen die opteren voor een niveau van onderwijs op niveau universitair in dat opzicht best wat mag vragen. Dus ik heb wel echt goed vertrouwen in het vermogen van studenten om zich te oriënteren op wat er voorhanden is. Die gaan dus niet onverantwoordelijk shoppen, zodat ze uiteindelijk aan het eind van de rit zitten met iets wat totaal geen samenhang vertoont, waardoor ze op de arbeidsmarkt ook geen kans hebben. En in die keuze zal dus ook die samenhang met hoe onderwijs en personeel
op instellingen behandeld wordt en of dat onderwijs en het personeel gewoon in staat is een goed aanbod te realiseren wat wel of niet aantrekkelijk is voor die student, volgens mij gewoon mag tot uitdrukking komen. Daar nog één reactie op. Heel opgeven. Kort, want de tijd is om. Heel kort. Als de student zo bewust kan kiezen en de student zou dat nu eigenlijk ook al moeten kunnen, hoe kan het dan zijn dat de uitval zo ontzettend groot is en dat zo ontzettend veel studenten er lang over doen omdat ze gewoon verkeerde keuzes maken? Een universitaire of een hbo-opleiding is ook een ontwikkelingsproces. Studenten ontdekken ook zichzelf. En dat kan langer duren. En daar kan je langer de tijd voor nodig hebben. En soms maak je een verkeerde keus. En als je die keus dan verkeerd maakt, waarom moet je dan afgestraft worden? Een beetje beelddoen duurt een jaar of 7, 8, Wouter. Hoe lang heeft u zelf gestudeerd? Ik heb 7 jaar over 2 studies gedaan. Oh. Maar dat waren nog 5-jarige studies. Dus daar ga je. Okay. Nee, ik denk, ik heb het niet over straffen. Ik vind dat de tijdsduur die er moet zijn, een tijdsduur moet zijn die enige marge levert om ook fouten te maken. En ik ga de discussie graag met iedereen aan of dat wel of niet in voldoende mate aanwezig is in die leerrechttrajecten zoals ze er nu liggen. Maar in een stelsel wat helemaal geen beperkingen kent in termen van hoeveel leerrechten je hebt en wat er na die periode gebeurt, ontbreekt elke prikkel om je echt in te spannen op het maken van een goede eerste keuze. En ik vind dat je daar met elkaar ook wel je best op moet doen. Oké, bijzonder hartelijk dank. Zoals gezegd, de tijd voor deze discussie is voorbij. Ik denk weer dat een dodelijk citaat. Ik heb weer een dodelijk citaat. Blijf nog even zitten. Voordat ik wil afsluiten met uiteraard een citaat uit het boekje, want dat kan natuurlijk niet missen, wil ik graag alle deelnemers hier achter de tafel, inclusief Wouter Bos, buitengewoon hartelijk danken voor de tijd die ze hier met ons hebben willen doorbrengen. Dat is jullie hier in de zaal. Ik denk dat we, en dat vind ik een groot winstpunt, iemand hier hebben gezien die openstaat voor de woorden die vanuit de sector worden gesproken, die daarna wil luisteren, die daar ook samen mee wil optrekken. En ik denk dat dat iets is. Ik had vorige week het genoegen met de staatssecretaris Rutte in debat te treden op een andere plaats. Dat is wat wij nou zo graag zouden zien. Dat we niet een bewindspersoon of een politicus tegenover ons vinden, maar iemand die zegt, wij moeten samen met de sector van het hoger onderwijs en het onderzoek die kenniseconomie en die kennissamenleving die Nederland en Europa is vormgeven. En in dat kader zou ik ook graag het laatste citaat van jou nemen. Wees gerust, het is een net keurig citaat waar wij allemaal achter staan. Ik, schrijft Wouter Bos, wil weer een land zien dat vol van zelfvertrouwen is, vol van mensen die met opgeheven hoofd de toekomst aandurven. Met elkaar. Niet gehinderd, maar gesteund door de politiek. Kijk, dat is nou wat wij graag willen. Dankjewel. Okay.